Iets waar ik eigenlijk niet zo trots op ben, is dat als ik naar bed ga, dan kan ik echt uren scrollen op TikTok. Uren en uren scroll ik dan op TikTok. En dan ga ik bijvoorbeeld om 11 uur naar bed en dan om 1 uur 's nachts, dan slaap ik pas. Maar in die uren kom ik wel TikToks tegen dat ik echt denk van, wow, die moet je zien. En van die duizenden TikToks die ik maar kijk voor het slapen gaan, zijn dit de 30 waarvan ik dacht, die moet je zien. Zoals bijvoorbeeld deze TikTok van een kaarttruc. Hij heeft dus 2 setjes met kaarten vast. En hij doet op deze manier die kaarten in elkaar. En dan kan hij daarmee echt een super cool trucje. En dit is eigenlijk ook dat ik denk van, als je een beetje oefent, het ziet er niet moeilijk uit, zeg maar. Maar het ziet er wel heel cool uit. Echt, ik zie dit dan en dan zit ik echt zo in mijn bed en zit ik zo te kijken van, hoe dan? Of dit soort dingen. Dit is letterlijk een sport. Namelijk robotvechten. Bro, is dit de toekomst? Dit is toch dope? Even eerlijk. Zeg maar, ik snap niet waarom wij kaartjes voor voetbalwedstrijden of hockeywedstrijden of weet ik veel wat voor wedstrijden halen. Als we gewoon naar dit soort dingen kunnen gaan. Er zitten allemaal van die lijpe lampen en tandwielen. Je hebt 2 robots die tegen elkaar vechten. Wat wil je nog meer? Ik zag deze TikTok, ik dacht, dit moet je zien. Een iPhone 3 versus een gasbrander. Ja, letterlijk dat. Deze man die brandt gewoon een iPhone 3 kapot. Ja, dat is toch gewoon cool. Zeg maar, het is gewoon leuk om je naar te kijken. Gewoon mensen die dingen kapot maken, is altijd leuk. Of mensen die trickshots kunnen. Wajo. Wajo! Zo, achter zijn rug om. Wat? Gewoon trickshots met z'n tweeën. Hé, dan weet je dat je goede vrienden bent. Oeh, die was ook nice. Deze mensen kunnen veel te goed pingpongen. Dit is echt niet normaal. Ik ben echt gewoon, ik ben er helemaal stil van. Je krijgt me niet snel stil, maar bro. Echt. Het houdt ook niet op. Het blijft maar doorgaan. Oh, dit is toch lijp, jongen. Dit is toch echt lijp. Why yo. Gewoon uit zijn mond. Ja hoor. Ja hoor. Ja. Bro. Echt. Oh, en we zijn nog niet eens klaar. Oh, wat? Die was ook lijp. En dan, ik ben oprecht helemaal verbaasd. Dit is niet normaal. En ik vond het al knap als ik een keer rond de tafel won, weet je wel. Deze gozers gekke trickshots doen. Absurd. Deze gozer die heeft blijkbaar het H&M-bouw gehackt in New York. En kan hem nu dus van kleur laten veranderen. Dus kijk, nu is hij paars geworden, want hij klikt op paars. En nu blauw. Dat is wel ziek hoor. Ik kan dus nooit geloven dat dit soort dingen echt zijn. Ik denk dus altijd van, dit is gewoon super goed geëdit, weet je wel. Zou jij dit doen? 100%. Echt, als je dit soort dingen mag gaan doen, zeg maar, doe het. Dit zijn ervaringen, maat. Dit is toch vet, joh. Ik wist niet eens dat je dit soort dingen kon doen. Zeg maar, dan zie ik dit soort TikToks en dan denk ik van, dit moet ik ooit doen in mijn leven. Gewoon ooit. Vandaag heb ik een man ontmoet die door Tokio loopt met zijn 26 jaar oude schildpad genaamd Bon. Bro. Japan is op een ander niveau. Zeg maar, in Japan kan je dus gewoon over straat lopen en een man tegenkomen met een 26 jaar oude schildpad genaamd Bon. Als ik dat in Nederland tegenkom, dan moet ik echt een paar keer mijn ogen wrijven of ik daadwerkelijk wakker ben. Deze gast was gewoon lekker aan het vissen totdat er opeens dit gebeurde. Hij zag zeg maar de regen beginnen. Wat? Dat is echt ziek. Gewoon het regen kwam op hem af. Het begon gewoon met regenen toen hij begon te filmen. Ik heb nog nooit gezien dat het begon met regenen. Het regent of het regent niet. Maar heb je het ooit zien beginnen? In de KFC. Lekker. Oh, ik heb zin in KFC nu. We hebben altijd zo iemand met ons. Oké. Hij gaat in de KFC en hij pakt een hele pan erbij met rijst. Hey, op zich? Op zich wel een goed idee, man. Dat is op zich een goede combinatie. Rijst met KFC. Dat lijkt me best wel lekker eigenlijk. Wat is dit nou weer? Is dit een robot? Zit hij nou die robot uit te schelden? Wat? That's right, Felicia. Your mother's a fucking Felicia. Oh, wow. Dit zijn van die Uber Eats robots. Ja, die rijden dus letterlijk volgens mij door Los Angeles en zo. Gewoon letterlijk robots, ja, die je eten bezorgen. Kan je je voorstellen? Het einde was de 300 uur waard. Deze gast heeft dus 300 uur gewerkt aan dit. Een soort domino's. En ja, blijkbaar was het einde de 300 uur waard. Serieus, 300 uur.
Ik vind het wel echt heel knap hoor. Oké. Okay. Nou ben ik ook echt benieuwd naar het einde. En tuurlijk duurt het einde net iets te lang. Oké, okay. Kom op. Stel me niet teleur. Dat was wel heel satisfying, dat was nice. Mijn vader probeerde te racen tegen de trein. Oh jee. Kom op pap, kom op, ja, let's go. Hij kijkt ook echt veel te serieus. Ja, dit is wel cute, weet je wel. Dit is heel cute. Gewoon altijd van die vaders en moeders die nog even zeg maar doei willen zwaaien. En deze vader die ging er gewoon voor. Die dacht, ik pak elke seconde. De ultieme man cave. Ten eerste heeft hij een ijshockeyveld. Oké, dat is heel dik. Een bar erin. Lijp. Een wijnkelder met zelfs een tafel erbij. Dit is wel oprecht de ultieme man cave. Een sportschool. Ja, nu is hij helemaal af. Nu heb je gewoon niks anders meer nodig. Zeg maar, ik ben jaloers. Ik, zeg maar, als jullie nou allemaal abonneren en ik krijg gewoon even een miljoen abonnees erbij, dan kan ik dit waarschijnlijk nog niet betalen, maar dan kan ik dichterbij komen. De ultieme brandweerman. Oh, deze TikTok was echt lijp. Kijk dit gewoon. Ook zonder een veiligheidsding of zo. Hij klimt er gewoon naartoe. Dit is echt bizar. Dit is toch echt niet normaal. Bro heeft de beste camera. Ja, deze was ook echt heel erg lijp. Deze zeg maar, dit is echt absurd. Kijk, dit is zijn beeld, zeg maar. En kijk hoeveel die is ingezoomd. Ja, misschien denk ik als YouTuber van, wajo, dat is echt heel cool. Misschien denk jij van, Mick, boeien, het is een camera. Maar ik, bro, dit is echt next level. Wajo, lijpe waggies. Ik wist niet dat speelgoedauto's, of mag ik ze niet zo noemen? Nou, ik vind van wel, dat speelgoedauto's zo lijp konden zijn. Bro, dit is wel heel ziek hoor. Allemaal lampjes eronder en, wajo, die zag ik niet aankomen. Die zag ik echt niet aankomen. Dit moet eindigen. Oké. Zo. Oké, nou als je zoveel blikjes hebt, dan weet je dat je een... volgens mij is het allemaal Monster Energy. Deze guy die heeft een Monster Energy verslaving. Zou je zeggen. Deze meneer die we hier zien, die kan een mega grote bubblegum maken, zeg maar. Like, echt mega groot, let op. Hij is nu al groot, je ziet al bijna zijn hoofd niet meer. Maar straks zie je oprecht zijn hoofd niet meer. Ik vind het zo ziek. Dit is zeg maar... Mijn voorbeeld was dit toen ik 8 jaar oud was. Toen ik 8 jaar oud was, probeerde ik ook altijd gewoon de meest grote bubblegum te maken. Maar zo groot als deze gast heeft gemaakt, is me nooit gelukt. Moet ik zeggen, toen ik 10 jaar was of zo, of 11 jaar, toen heb ik de droom opgegeven. Deze gozer bleef dromen van de grootste bubblegum. Hij is nu, denk ik, tegen de 30 en hij heeft het voor elkaar. Kijk hoe groot hij kan. Ja, en dan krijg je hem over heel je gezicht heen. Dat is dan de reward. Crazy Pizza Milan. Wajo. Hey, deze gozer, die kan pizza's maken. Dit is skills, jongen. Wajo. Dit is dus in Milaan. Oh, hier wil ik een keer eten. Kijk, dat denk ik dan ook altijd als ik deze TikToks kijk in bed. Van, dit wil ik gewoon. Ik wil nu naar Milaan vliegen. Ik wil hier eten. Dit is toch lijp? En als ik dit soort TikToks zie, dan denk ik altijd van... Wat heb ik voor een lelijke gaming setup? Want hoe kan je zo'n mooie setup hebben, bro? Zeg maar, nou heb je zo'n mooie setup. Ik denk oprecht dat je amper nog werkt. Want je zit alleen maar om je heen te kijken van... Wow, ik heb echt een mooie setup. Licht van auto schakelt alle flatlichten uit. Oh, wat? Als hij groot licht doet, dan denken alle sensoren van dat het weer dag is. En daardoor gaan alle lichten uit. Dat is lijp. Dat is ziek. Zeg maar, hoe kom je daar opeens achter, weet je wel? Ze doet het kaarsje uit. Ze pakt de aansteker. En via de rook steekt ze het kaarsje weer aan. En nu denk je van, huh, is dit echt? Ja, dit werkt daadwerkelijk. Ik heb het al een keer geprobeerd. En het werkt. Grootste ijsje ooit. Oké, nu ben ik heel benieuwd. Oké. Oké, dit is wel een groot ijsje. Dit is zeker een groot ijsje. Dit is gewoon een heel familiepakket. Ik geloof niet dat dit echt is. Dit kan niet echt zijn. Als ergens op deze wereld de wereld er daadwerkelijk zo mooi uitziet, dan wil ik er echt een keer heen. Dit kan niet echt zijn. Grote vriendelijke kat komt voor een rit met de toeristen. Oh, yo. Kijk, oké, het katje is heel lief hoor en schattig. Maar ik zou echt in mijn broek poepen als dit bij mij zou gebeuren. Oh. Hij kon gewoon lekker chillen.
En die mensen, ze lachen er wel om. Allemaal met de telefoon. Kijk, een kat. Zo van, geniet van het moment. Ik zou zelf ook aan het filmen zijn. Ik ben een influencer. Tuurlijk zou ik aan het filmen zijn. Sorry, dit was hypocriet. Ja, en dit waren de TikToks die ik dan kijk voor het slapen gaan. Of ja, dit waren de leukste. Hé, dat heb ik weer goed uitgezocht voor jullie, hè. Wil je nou meer van dit zien? Klik dan snel op deze video. Want ik heb vaker TikToks gedaan die je moet zien. Dus hey, als je dit meer wilt zien, klik snel op deze video. En denk je, wow, deze YouTuber genaamd Mick, die is echt een toffe gast. Die is leuk, man. Ja. Doe even een duimpje omhoog, vergeet te abonneren en dan zeg ik Mick out.